Toen ik het vast niet meer aanzetten. Waarom? Als je hem losmaakt, gaat hij weer bloeden. Dus dan bloedt hij weer dood. De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam. En vandaag hebben we wel een hele bijzondere gast. Mocht je nou luisteren naar deze podcast, dan zal ik even beschrijven hoe de studio er op dit moment uitziet. Want de gast is Aart-Jan. Ja, hoi. Welkom. Als allereerste bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat ik hier ben. Ja, leuk. Thanks. Man. Misschien gaat het straks wel een beetje doorklinken, maar wij zijn vrienden. We hebben samen in de politieopleiding gezeten en we kennen elkaar al heel lang. Superleuk dat jij hier nu bent om te vertellen over wat jij doet. Ja. En de studio staat helemaal vol met allemaal interessante spullen. Zeker, ja. Nogmaals bedankt voor de uitnodiging. Superleuk. Ik heb zoveel mogelijk mee proberen te nemen wat in de auto past. We hebben geen inzetbus, jammer genoeg. Ja. Anders was er nog meer meegekomen. Maar ik heb zoveel mogelijk trainingsmateriaal en inzetmateriaal proberen mee te nemen. Wat doe jij en waar kijken we naar? Ja, allereerst, ik ben Aart-Jan, brigadier op Oost-Zeeburg in Amsterdam. En als neventaak zit ik bij de bewakingseenheid. En daar ben ik kerninstructeur levensverlengend handelen politie. En daar zijn deze middelen van, wow. Onder andere. Ja. En levensverlengend handelen politie, wat is dat simpel gezegd? In principe zijn het EHBO-handelingen om het leven te verlengen van jezelf of een collega in afwachting van de ambulance. En jij traint politiemensen op dit gebied? Ja, ja, ik kan een stukje uitleggen over LAP, afgekort. LAP is begonnen in Rotterdam bij de parate eenheid. Zijn twee collega's helemaal vrijgespeeld om eigenlijk de training op te zetten. Die jongens die hebben top werk gedaan, want ze hebben een trainer-opleiding verzorgd. En nu heeft elke eenheid zijn eigen trainers. Eigenlijk zijn alle kerngroepen, vakgroepen, hebben eigen trainers. En die leiden weer hun groepsleden op. Ja, ja. Wauw. En we kijken nu natuurlijk naar verschillende dingen. Zullen wij eens even uitleggen wat dat is? Want ik zit aan de kant van een zwaar vest. Wat is dat? Ja, naast dat ik brigadier ben, gewoon in de GGP, dus in de uniformdienst, zit ik als neventaak bij de bewakingseenheid. En de bewakingseenheid heeft onder andere verschijningsvormen met het zware vest. Wat doen wij? Het bewaken van objecten, dan wel goederen. En als er een hogere dreiging is, dus daarvoor hebben we het zware vest onder andere. Ja, ja, en wat jullie allemaal precies doen, daar gaan we in deze podcast natuurlijk niet al te diep op in. Het gaat vooral om het LHP-verhaal, ja. Het levensverlengend handelen van de politie. Maar waar de bewakingseenheid vaak wel wordt gezien, hè, is bijvoorbeeld bij hoog risico rechtszaken. Ja. Of als er ergens een hele grote hoeveelheid coke of geld of iets wordt aangetroffen, dan moet beveiligd worden. Ja, een aantal dingen uit het journaal zijn bijvoorbeeld het Centraal Station een paar jaar geleden daarbij in de openbare ruimte gelopen, ja. In het zware pak. Er is een bepaalde dreiging en CCB, waar we onder vallen als kerngroep, die maakt een dreigingsanalyse en aan de hand van die dreigingsanalyse worden wij weer ingezet. Waar staat CCB voor? Conflict- en crisisbeheersing. En CCB zorgt er eigenlijk voor dat we een paraatheid hebben van collega's, zoals de mobiele eenheid. Dat als er een openbare orde situatie is, dat CCB dus die collega's van de ME kan optrommelen en faciliteert in middelen, vervoer, eten, drinken. Daar zorgt CCB voor. En elke eenheid heeft een afdeling CCB. Nou, de bewakingseenheid valt er ook onder. En dan hebben we nog een collega in ons midden zitten. Ja. Een soort van pop die nogal zwaar gehavend is. Hij heeft in ieder geval een slecht weekend achter de rug. Ja, zeker. Ja, nou, dat is een van onze oefenmiddelen voor LAP. Alle kerngroepen, alle vakgroepen van CCB kunnen LAP opgeleid worden door hun eigen kerninstructeurs. En elke CCB in Nederland heeft nu minimaal twee van die poppen. Ligt een beetje aan hoeveel collega's je hebt in de eenheid. En het zijn poppen om op te trainen. Eerst deden we het altijd op lote slachtoffers. Acteurs die zich konden grimeren. Alleen door het hele COVID-verhaal zijn alle trainingen stil komen te liggen. En hebben een werkgroep bij elkaar geroepen
om te kijken wat een hufterproef, want bij de politie moet alles wel hufterproef zijn, pop is om op te trainen. En dat is deze pop geworden. Ja. En je hebt het over verschillende groepen waar dus de bewakingseenheid er één van is. Wat voor groepen zijn dat nog meer? Ja, de bijvoorbeeld de TPE, OG's. Dus de ondersteuningsgroepen. Ondersteuningsgroepen. De ME gaat opgeleid worden. Dat wordt een monsterklus volgend jaar voor alle LAP trainers, zeg maar. In principe krijgt de ME, de mobiele eenheid, zijn eigen trainers. Maar ik zie daar wel in dat we waarschijnlijk elkaar gaan ondersteunen. Want ja, de ME's gewoon, zijn heel veel collega's. De Beratra, onderdeel van de ME. Ja, dus eigenlijk alle groepen die onder de CCB's vallen. Alle stoere mannen en vrouwen die de wel bijzondere klussen doen. De bijzondere klussen. Ja. De neventaken meestal. Ja, precies. Ja. Ja. En daarnaast liggen er nog een aantal andere dingen. Een soort van been met gaten erin. Ja. Is dat een brandwonde handschoen? Het wordt een handschoen om een brandwond na te bootsen. LAP zet je in bij incidenten zoals een explosie, steekwonden, schotwonden. Maar het kan ook bij een aanrijding. Ik zal even bijpakken. Hier ligt een blauwe plek. Die kan je op je buik doen als een interne bloeding, zeg maar. En het been is, er zitten nu schotwonden in en een stekenwond. Met de middelen die wij hebben, zouden we die kunnen behandelen. En dat kan je hierop trainen. Ja, ja, cool. Hey, wat is nou het verschil tussen EHBO en LHP? In principe is LHP een onderdeel van het EHBO. Voor burgers, andere hulpverleners, first responders heb je Stop de Bloeding. Dat is ook wel een bekende cursus. LAP heeft een hele grote raakvlak met stop de bloeding. Wij doen eigenlijk dezelfde handelingen. Alleen er hangt een protocol aan die daar aan de muur hangt. En een aantal middelen die we hebben. En om dat uniform te maken, hebben de twee collega's in principe van Rotterdam dit programma helemaal opgezet. Zodat heel Nederland dezelfde middelen, dezelfde training krijgt. En daarmee kunnen we dus, als we samenwerken, de bewakingseenheid komen wel eens in andere regio's. Alleen de collega's van de andere regio hebben precies hetzelfde gehad als de collega's in Amsterdam. En zo kunnen we dus eigenlijk elkaar helpen. En hoe zo'n training er precies uitziet en wat voor middelen dan worden toegepast, daar gaan we later in deze podcast ook echt naar kijken in het veld. Zeker. Dat is wel hartstikke leuk. Maar eerst willen we een beetje kennis maken met jou en dat doen we in het verhoor. Het verhoor. Wat is het leukste aspect van jouw werk? Ik vind het leukste aspect van het werken, het 24-7 buiten werken, in de maatschappij staan, met mensen werken. Niet een 7 tot 5 baantje op een kantoor. Mensen kunnen helpen, vind ik, dat is ook een belangrijk stukje van het werk natuurlijk. Dat vind ik wel echt het tofst. Ja. Ja. Als jij nou niet bij de politie zou werken, wat zou je dan doen? Ik heb altijd wel over defensie nagedacht, vroeger. Ik heb een fotografieopleiding gedaan, fotografie-video. Ook wel ingewerkt, alleen maar of ik dat echt zou gaan doen. Ik zit nu heel erg in mijn hoofd, misschien met boswachter, lijkt me wel tof. Ja, ja. Maar misschien is dat voor later een keer. Ja. Of contentmaker bij de afdeling communicatie. Ja. Heb jij het liefst een ochtenddienst, een middagdienst of een nachtdienst? Middag of nacht. En het zit hem wel ook in dat die diensten druk zijn, zeg maar. Middagdienst vind ik eigenlijk het allerleukst, want dan is het lekker druk. Ben niet echt een ochtendmens, heel vroeg op, zeg maar. Meestal beginnen we dan om 6:30 natuurlijk. Is toch gewoon vroeg uit bed. Nog beter. Ja. Dit muzieknummer past het beste bij het werk wat ik doe. Ja, goed over nagedacht. We kennen één nummer vanuit onze vriendschapsgroep. Ik ben alleen even de naam kwijt. Ja, On Fire. Ja, die. Ja. Ik denk dat dat hem wel is. Hey, wat is de meest gekke politieafkorting die jij kent? Ja, er zijn er zoveel. Ooit een keertje opgezocht op onze intranet pagina. Volgens mij hebben we meer dan 180 afkortingen of zo. Maar ik vind Lupa een hele rare. Ja, hè? Het is lunchpakket. Dat je dat gaat afkorten, is echt typisch politie. Wat is het voor jou de mooiste plek om als politieagent te werken? Amsterdam. Mag ik dat hier zeggen, hardop? Nou ja, ik heb eigenlijk alleen in de regio Amsterdam gewerkt. Daar hoort Uithoorn Aalsmeer ook bij. Daar heb ik 3,5 jaar gewerkt, denk ik. Ik wilde wel heel graag weer terug naar gewoon de stad Amsterdam.
In Amsterdam-West gewerkt. Ik werk nu in Amsterdam-Oost. Ja, ik ken geen andere regio's dan Amsterdam. Dus ik ga hier wel Amsterdam op zeggen. Maar ik denk dat politiewerk overal wel mooi is. En waar in Amsterdam? Ja, ik denk Amsterdam-Oost nu wel. Zitten met ons bureau dicht bij het centrum. We hebben heel Eiburg erbij, wat heel erg aan het vernieuwen is. Er komen heel veel nieuwe woningen. Volgens mij 40% is huur, de rest is allemaal koop. Dus heel gemiddeleerde wijken. En dat brengt gewoon echt wel een mooi politiewerk met zich mee. Ja. Cool. Ja, zeker. We gaan door naar de verdachte feitjes. Verdachte feitjes. De verdachte feitjes van deze week. In deze rubriek neem ik jou mee in de wonderenwereld door interessante en leuke feitjes te vertellen over de politie. Deze keer sta ik stil bij het programma Opsporing Verzocht. Kijk jij wel eens op dinsdagavond naar het programma Opsporing Verzocht? Daarin vragen wij jou om hulp samen met de AVROTROS bij het oplossen van zaken. We zoeken bijvoorbeeld meer informatie, getuigen of camerabeelden die de recherche kan helpen bij het oplossen van bijvoorbeeld een overval of een schietincident. Wist je dat we in onze eenheid ook een versie van Opsporing Verzocht hebben? Namelijk Bureau Rijnmond. Elke donderdag om 17:30 avonds wordt op RTV Rijnmond Bureau Rijnmond uitgezonden, waarin we jouw hulp vragen. Dus denk en kijk jij met ons mee? Dit was hem weer, het verdachte feitje van deze aflevering. Tot de volgende keer. Jouw vraag. We hebben een uitvraag gedaan op Instagram. Jij zit ook op Instagram. Ik zit sinds kort ook op Instagram. En we gebruiken dat medium om aan te kondigen dat de podcast eraan komt. En ook om vragen te stellen aan de luisteraars van de podcast. En ik heb er twee uitgekozen die ik aan jou wil voorleggen. En de eerste daarvan is, hoe vaak heb jij deze handelingen, waar jij training in geeft, zelf moeten toepassen? Ja, het protocol is zo opgesteld dat eigenlijk bij elke EHBO-handeling, schietsteekincident, aanrijding, dat je het protocol opstart. Dus in principe het protocol zelf best wel vaak. Dat weet ik niet in mijn hoofd zo. Maar de tourniquet bijvoorbeeld, en dit is een trainingstourniquet, 3 keer in de praktijk. En daarbij verschillende casussen van een schietincident, iemand die zelfmoord probeerde te plegen en iemand die door glas gevallen was. Dus 3 verschillende incidenten. Wauw. En wat is een tourniquet voor de mensen die dat niet, niet weten? Dit is een inzet tourniquet. Dat is altijd oranje. Een tourniquet is eigenlijk een knevelverband of een knevelband waarmee je een ader of een slagader kan afknellen. En dat doen we, die gebruiken we op een been of een arm. Er zit in de band zit een tweede band. En op het moment dat je deze om een been doet bijvoorbeeld en je gaat aan het stokje draaien, dan komt er druk op te staan op de hele band en die knelt de ader of de slagader af. Zodat als je een amputatie hebt of een steek, schietwond, zorgt het ervoor dat de catastrofale bloeding stopt. En dat werkt goed? Ja, zeker. Ja, als je de handeling weet hoe die moet, en dat is wel iets wat ik altijd iedereen aanraad, volg gewoon een goede voor burgers stop de bloeding cursus. De collega's uit Uniform die krijgen EHDP, daar zit de tourniquet ook in. En voor de vakgroepen LAP, koop niet zomaar een tourniquet. Zorg wel dat je een cursus volgt en zorg dat je goede spullen koopt. Ja. Want er zijn ook een heleboel dingen, namaakdingen op de markt en dat soort dingen. Daar moet je ver van weg blijven. En dat brengt ons eigenlijk gelijk ook op de tweede vraag. Iemand die vroeg, ben je dan ook medic? Volgens mij is medic vooral ook in de militaire diensten en bij volgens mij ook de arrestatieteams. Ja, klopt. Maar ben je medic of is dat ook iets anders? Nee, dat is wel anders. Een medic is BIG geregistreerd. Dus die is voor de wet zeg maar ook een medisch personeel. Die moet ook een aantal uur in een ziekenhuis bijvoorbeeld stage lopen. Nou, dat doen de collega's van het arrestatieteam. Die doen dat dus wel. Mensen van Defensie ook. Daar heb je dus ook gewoon medics. Dit is echt een handeling vergelijkbaar met de EHBO. In het leger heb je ZHKA, zelfhulp, kameradenhulp. Ja, daar lijkt het gewoon op en daar valt het onder. Dus in principe mag iedereen het doen. Er zijn geen wetten voor dat je het niet zou mogen toepassen, net als reanimeren. Alleen het is wel super aan te raden om gewoon een goede cursus te volgen. Ja. Voordat je het gaat doen. Ja, en voor mensen die niet bij de politie zitten is het vaak zo dat iets doen is beter dan niets doen. Ja. Maar hoe meer je weet wat je doet, hoe meer je ook gedaan kan krijgen natuurlijk. Ja, zeker. Ja, met wel de risico's van dien, net als redimeren. Ja, mensen melden zich aan bij zo'n redimatie-app en je krijgt een oproep.
dat je een aantal keer opgeroepen wordt, dat zit er natuurlijk wel achter, dat je er wel klaar voor bent om ook te handelen, zeg maar. Dat is iets ook wat collega's soms niet beseffen, dat als je zo'n tas bij je hebt, dat je aangestuurd kan worden door de meldkamer. In Amsterdam loopt dat nog niet helemaal, alleen in Rotterdam weet ik dat een steekincident plaatsvindt. En dat dan collega's zich aanmelden bij het OC van we gaan aanrijdend. En dat ze dan, als er een collega is die LAP is opgeleid, dat die dan voorrang krijgt op de melding. En dat die dus als eerste of als tweede ter plaatse komt, zodat die het leven kan verlengen van het slachtoffer. Ja. Dat is ook iets wat je moet beseffen. Dat je ook vaak bij dat soort incidenten komt en dat je daar ook weer klaar voor moet zijn. Ja. Is dat moeilijk voor jou? Voor mij zelf niet. Maar ik ken wel situaties uit de praktijk waarbij collega's na een aantal incidenten gewoon het emmertje vol is. En dat die ook wel afgestapt zijn van LAP en eigenlijk uit het uniform op een gegeven moment. Dat gebeurt binnen de politie ook. Ja. Ja. Nou moet ik, terwijl we dit gesprek voeren, even denken aan onze politieopleiding waar wij samen in hebben gezeten. En daar kregen wij het vak PPOI. Ja. Politioneel. Waar staat het voor? Zeg maar EHBO voor de politie heette dat destijds? Ja, PPOI. Ik weet deze afkorting ook even niet, nou, moet ik eerlijk zeggen. Nou was dat voor ons nou niet echt een hele, hoe zeg je dat? Een vak wat heel erg tot de verbeelding sprak en heel veel raakvlak had met de politiepraktijk. Dat was een beetje zo van, bedankt voor dit verhaal, maar... Maar ja, de vraag is eigenlijk van in hoeverre is het de afgelopen 12,5 jaar ongeveer veranderd? En zijn wij ook als politie hier beter op toegerust? Ja, zeker. Er is heel veel in veranderd. Bij PPOI kregen we vooral reanimeren en de nek stabiliseren van een slachtoffer tijdens een aanrijding en ziektebeelden. Alleen er is een verandering in incidenten en vooral in grof geweld. Waardoor er gewoon veel meer gewonden vallen binnen ons werk. En dan niet alleen aan onze kant, zeg maar gewoon tijdens meldingen bij burgers. En daar is de politie wel op ingestapt. En daardoor krijgen we nu EADP en LAP. Wat een goede zaak is, denk ik. Want bijvoorbeeld uit de situatie in Bataclan. Daar is een documentaire over gemaakt. En daar vertellen gewoon collega's uit Frankrijk van... Ja, ik voelde me machteloos. Op het moment dat er zoveel slachtoffers liggen. Ze wisten dat er wel cursussen zijn, middelen zijn. Alleen op dat moment kan je niet goed handelen. Ik denk dat het goed is om daar op in te spelen. En dat is ook echt wel gebeurd nu. Ja. Ja. We duiken in het dossier. Het dossier. Jij zegt net dat jij al 3 keer zelf een tourniquet hebt moeten aanleggen. Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd of jij kan vertellen over een van die incidenten, hoe dat is gegaan. Ja, dat kan ik zeker. Was in mijn vorige werkgebied in Amsterdam. Ik was toen nog hoofdagent. Ja. En ik zat op de noodhulp, ochtenddienst. En we kregen een melding van de meldkamer dat iemand zijn moeder had gevonden in de woning met heel veel bloed. Waarschijnlijk een poging tot zelfdoding. Ik ben met een collega daar naartoe gereden. Was in een flat... aantal verdiepingen hoog. Ze hebben de AED meegenomen. En ik was al LAP opgeleid. Dus ik had wel tourniquet en het verband en dat soort dingen bij me. Ja, de AED, dat is de defibrillator, hè? Ja, de defibrillator. Meestal bij dat soort meldingen neem je dat dan natuurlijk ook mee. Want nadat iemand een catastrofale bloeding heeft, als er veel bloedverlies is, dan zou het kunnen zijn dat we moeten reanimeren. Bij de voordeur stond de zoon op dat moment. En die riep eigenlijk wel redelijk in paniek van dat we naar binnen moesten. En zijn moeder was dat, op een stoel in de woonkamer lag. Toen wij binnenkwamen lag die mevrouw lang uit met de benen omhoog. En met haar hoofd zeg maar echt al horizontaal in een soort van lounge stoel. En ik zag al heel snel dat er een mes op de grond lag. Een grote plas bloed. En ze had haar armen in elkaar gebogen zeg maar op haar borst. En op dat moment was ze voor mijn gevoel niet bij kennis. En op het moment dat ik eigenlijk een arm naar voren deed, begon het meteen te bloeden. Dus ik heb de rechterarm een tourniquet omgebracht. En ik zag dat hier in de hals een doek lag met ook heel veel bloed. Dus uiteindelijk een drukverband
op haar nek neergelegd en onder de oksel door. Wat bleek? Die mevrouw had dus haar beide armen doorgesneden. Best wel diep ook. En haar keel. En de zoon had een doek op de keel gelegd en druk daarop uitgeoefend om te zorgen dat eigenlijk het bloeden stopte. En doordat die armen bij elkaar lagen, stopte ook het bloeden. Op dat moment kwam zij wel bij kennis, weet ik nog wel. Ja, zei niet heel veel, mompelde wat. Toen kwam de ambulance eigenlijk redelijk snel daarna te plaatsen. Ja. En toen samen met de ambulance, mijn collega was met de zoon bezig, zeg maar. Ja, je moet ook een soort uitvragen wat er gebeurd is, hoe iemand aangetroffen is. En heb ik met de ambulance uiteindelijk die mevrouw verplaatst en werd zij afgevoerd. En zij heeft het uiteindelijk ook overleefd. Dus ja. Zo. Ja. Wat was het eerste wat je dacht toen je daar binnenkwam? Achteraf gezien, want dit was mijn eerste melding nadat ik LLP-instructeur was geworden. En dat klinkt misschien een beetje luguber, maar je kan eigenlijk voor het eerst iets in de praktijk brengen. En bij mij is dat altijd, dat vind ik ook het mooie van het uniformdienst, ga je een soort van aan. Je gaat in een soort van actiemodus. En je gaat eigenlijk ervoor zorgen dat je gaat handelen. En dan merk je gewoon dat protocol er goed in zit. En dat je, we moeten als allereerste kijken of iemand catastrofale bloeding heeft. Nou, dat had dit slachtoffer. En daar ga je op handelen. Dus het eerste wat ik dacht was van, ja, je hebt niet het besef dat het heel heftig is. Je gaat echt aan. Ja, dat is je pakt gelijk dat protocol er eigenlijk bij. Ja, en die gaat handelen. Maar dat is met alle dingen die in de uniformdienst gebeuren. Als je een melding hoort van agressieve winkeldief of een aanrijding met letsel, gaat een knopje om en dan ga je in actie. En dat maakt het werk ook natuurlijk ook wel weer heel leuk. Ja. En jouw collega, die dan neem ik aan niet de LHP was opgeleid. Mm-hmm. Hoe reageerde die op deze situatie? Ja, we hadden een mooie verdeling eigenlijk, want Hij heeft zich ontfermd over de melder, zeg maar. En daar de uitvraag gedaan. En eigenlijk gezorgd dat hij wel zicht op mij had. Maar dat hij ook in gesprek was met de melder. Daarin hadden we best wel een goede verdeling. Achteraf ga je natuurlijk altijd debrieven. En vraag je of iemand het heftig vond om zoveel bloed te zien en dat soort dingen. Dus we hadden eigenlijk al een goede verdeling in die werkzaamheden. Het was wel grappig om te zien. Dat de ambulance op dat moment, dit is denk ik 3 jaar geleden ongeveer, nog niet helemaal op de hoogte was van ons handelen. Er kwam een ambulancebroeder binnen die probeerde aan de kant van de tourniquet een infuus in te prikken. Ja. Ja, en je hebt hier natuurlijk alles afgebonden. Dus, ja, je wijst nu naar je bovenarm. Ja, hè? Mijn bovenarm die is afgebonden, rechter bovenarm. Dus alle toevoer en afvoer van de bovenarm, van de arm, is er niet meer. Dus een infuus daar prikken heeft op dat moment ook geen zin meer. Kan een beetje stress zijn natuurlijk. Iemand uit de ambulance is misschien niet zoveel gewend aan zoveel letsel. Dat weet ik niet. Hebben we het achteraf niet over gehad. Maar ik heb hem 2 keer erop gewezen dat er een tourniquet om zat. En uiteindelijk heeft de ambulance collega zeg maar een botboor gezet. En dan doen ze in een scheenbeen met een boor zetten ze een infuus in. Ja. Wat zeer pijnlijk is. Want en echt een heel naar geluid heeft ook. Ja, ook dat. Ja, je kent natuurlijk, je hebt ook in de praktijk gewerkt. Nou ja, ja. Ik moet zeggen dat ik. Het is altijd wel heftig om met heel veel bloed en dat soort dingen om te gaan of om dat te zien en om dan te moeten handelen. Maar er zijn altijd, bij mij tenminste, van die kleine dingetjes die meer indruk maken dan anderen. Ja. En ik vind altijd die botboor, dat vind ik zo'n heftig iets. Ja. Om dat infuus daar aan te leggen. Ja, ja, en dit slachtoffer. Was nog bij kennis. Dus op het moment dat ze dat deden, merkte hij ook meteen dat het slachtoffer heel veel pijn kreeg. Heel erg daarop reageerde. Dus je kan daar wel dus door pijnstilling en dat soort dingen geven. Dus op zich is het wel noodzakelijk. Ja, nee, dat is heftig. Jij trof iemand aan die eigenlijk 3 verwondingen had. Dat had ze zichzelf aangedaan.
Maar die alle drie volgens mij in potentie levensbedreigend zijn. Ja. Hoe moet je daarmee omgaan? Hoe prioriteer je nou wat nog heftiger of nog... welke keuzes maak je? Wat je bedoelt, in het protocol staat het allereerste behandelen is catastrofale bloedingen. En dat is een wond waar een grote hoeveelheid bloed in een korte tijd uitstroomt. En amputaties, bijna amputaties. Ja, je prioriteert het ook zo. De rechterarm bloedde nog steeds. Dus daar is dan de tourniquet omheen gegaan. De linkerarm zat een soort van geklemd. Dus die drukte zichzelf een soort van dicht. En zo ga je eigenlijk het hele slachtoffer af. Om te kijken van welke verwonding je eerst behandelt. Maar op een gegeven moment kan ook je middelen op zijn. En dan moet je creatief zijn. Dan zul je ergens anders mee een arm of een been moeten... knevelen, zeg maar. Ja. Wauw, wat een verhaal, hè? Ja. Boeiend. Ja. Hey, en we zijn natuurlijk bij de politie gegaan. Tenminste, bij onze sollicitatie hebben we gezegd om mensen te helpen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook gewoon boeven vangen en stoere dingen doen en deuren kapot maken. Maar geconfronteerd worden met grote hoeveelheden bloed en zo staat vaak niet heel hoog op het lijstje van dingen waarom je dit werk doet. Nee. Toch kies jij er wel voor om dit op deze manier te doen. Waar komt dat vandaan? Ja, toen ik bij de bewakingseenheid kwam, bestond LAP nog niet. Dus ik denk dat ze nu 6 jaar bij de bewakingseenheid. Toen ben ik eigenlijk... We hadden wel een tourniquet, maar we kregen niet de uitleg. En ik heb toen de ruimte gekregen bij CCB en bij onze sectiecommandant om te gaan onderzoeken van, waar kunnen we dan die cursus wel volgen? Uiteindelijk stopte bloeding instructeur geworden. En dat gaan uitleren aan mijn collega's van de bewakingseenheid. Toen kwam ik er al heel snel achter dat heel veel mensen hiermee, een aantal mensen in het korps landelijk hiermee bezig waren. En toen ben ik op de lijn gekomen bij de collega's in Rotterdam. Dus eigenlijk is het gewoon gekomen door een gemis vanaf de werkvloer. We weten dat de middelen er zijn. We weten dat de kennis er is. En dat het ook gewoon echt wel praktisch handelen is wat je leven kan redden. En zo ben ik er eigenlijk 6 jaar geleden ingerold en is dat steeds groter geworden. Ja. En nou zit je te podcasten. En nu zit je te podcasten. Leuk. Ja. We gaan in het veld. We gaan een casus uitzetten. En dan ga jij ons er eens doorheen praten hoe dat in de praktijk aan toe gaat. Ja, goed idee. In het veld. We zijn in een ondergrondse parkeergarage. We gaan zo meteen een casus doen. Een soort van scenario waar jullie ook echt op trainen. Hè? Yep. Maar voordat we dat gaan doen, je hebt wat uitrusting meegenomen van de bewakingseenheid. Wat heb je? Ja, als allereerst ballistische vest. Ligt hier onderin. Is een iets zwaarder vest dan het reguliere vest dat de politiecollega's op straat aan hebben. Houdt iets zwaardere patronen tegen. Komt eigenlijk op neer. Er zitten de magazijnen op, extra tourniquet, handschoentjes. Er zit wat verbindingsmiddelen heb ik hier in zitten, zodat ik dat om kan doen. Ja, verbindingsmiddelen voor je portefeuille en communicatie. Ja. Ja. En die magazijnen waar je het over hebt, die zijn dus voor... Zowel de MP5 die we bij ons hebben, als de gewone Walter. Er zitten de kogels in, voor de mensen die niet weten waar je het over hebt, inderdaad. Inderdaad. Want die MP5, hoe zit het daarmee? Ja, het is eigenlijk hetzelfde kaliber wapen als de Walter, als het handvuurwapen. Alleen doordat het een langere loop heeft, kunnen we er wat gerichter mee schieten. En we hebben wat meer vuurkracht, want we kunnen wat meer kogels, magazijn. Er zitten gewoon wat meer patronen in. Ja. En de helm? Ja, de helm is ook een ballistische helm. Dus die beschermt je ook tegen projectielen. Die komt bij het zware vest. Dat is een inzetverschijning. Dus als we het zware vest dragen, dragen we ook de helm. En dan het derde wat je hebt meegebracht, dat is de tas, hè? De beentas. Ja, dit is de beentas. Ik heb zelf een oefentas op mijn been. Dit is gewoon een inzettas. Nou, daar gaat het eigenlijk nu natuurlijk bij de podcast over. Het LAP-verhaal. Hier zit alles in wat we met LAP nodig hebben. Van tourniquet, drukverband, gewoon gecomprimeerd gaas. Dus dat is eigenlijk EHBO-verband. Handschoenen, traumaschaar met een mes waar je heel snel mee kleding kan openmaken. Nou, hemostatisch verband. We hebben een protocolkaart. Aan deze kant staat protocol geschreven. Chest shields. Dit gaat op een borstverwonding.
En er zit alleen nog een 10x10 gaasje in. En hier kan je mee de mond schoonmaken. Het is tijd om dat wat jij ons verteld hebt in de praktijk te zien en te horen. We gaan een casus wegzetten, een praktijksimulatie die jullie ook daadwerkelijk gebruiken, waar jullie op trainen. Ja. En dat is als volgt. Een collega die heeft een onderzoek ergens ingesteld en plotseling is daar een grote explosie geweest. Ja. In een ondergrondse parkeergarage in dit geval. Verder weten we niet wat er aan de hand is. Nee. En jij moet gaan handelen. Ja, nou mooi. Hoe gaat het in zijn werk? Wat gaan we doen? Ja, waar wij als allereerste beginnen is de TMT, noemen we dat. Dat is de toestand, melding en triage. De toestand, daar zit de veiligheid, je eigen veiligheid in. Nou, ik hoor dat het een explosie is en een gewonde collega. Dus je trekt als allereerste gewoon je handschoenen aan. Nou, van de meldkamer hebben we gehoord waar het is. En wat de situatie is tot nu toe. En dan gaan we ter plaatse. Ik zie nu eigenlijk al dat de collega in kwestie een amputatie heeft. Zijn linkerarm ligt eraf. Dus wat ik eigenlijk doe is de tas al openritsen bij het aanlopen. Nou, we hebben een trainingstas bij ons. Daar is de tourniquet blauw van. Inzettourniquets zijn oranje. En tijdens het aanlopen kan ik eigenlijk al de tourniquet openmaken. Er naartoe lopen. En wat wij altijd aanleren is zo snel mogelijk directe druk op de wond. Dat kan dus met een knie zijn, of met de hand, of je gaat in de oksel. Maar directe druk is het allerbelangrijkste, want daar stop je het bloeden mee. Het is een catastrofale bloeding, dus je wil eigenlijk ervoor zorgen dat er zo min mogelijk bloed uit het slachtoffer loopt. Dus nog voordat je gaat kijken, ademt die, wat is die aan het doen, weet ik het wat, ga je eerst de tourniquet aanleggen op de arm die eraf ligt? Ja, vroeger was het in EHBO zo dat je A, B, C deed. Ademhaling, dus de ademhaling vrij, ja, nee. De kwaliteit van ademhalen, dus dan ging je naar de borst kijken en dan kwam je bij de C en dan ging je de bloedingen doen. Alleen wat blijkt is dat heel veel slachtoffers leeg bloeden, terwijl we al aan het reanimeren zijn. Je hebt een schietpartij gehad, mensen zijn aan het reanimeren, maar ondertussen loopt al het bloed eruit. En bloed is gewoon cruciaal voor de bloedsomloop. Nou ja, hoe meer bloed eruit loopt, hoe sneller hij zou overlijden. Dus we gaan eigenlijk als eerste de catastrofale bloeding behandelen. Tourniquet opengemaakt. Ik doe het stokje, de spil, die doe ik naar mezelf toe. Ik doe de tourniquet eroverheen. Ik trek hem aan. Op het moment dat ik hem aantrek, is dit al de eerste druk die ik opbouw. Ik doe de tourniquet om de arm. En op dat moment dat hij er omheen is, ga ik draaien. Nou, en dan is het altijd de vraag, hoe lang ga je draaien? Totdat het bloeden stopt. Dat is de vuistregel. Ja. Want een tourniquet wordt nooit door onszelf losgemaakt, hè? Nee, tourniquet vast is tourniquet vast niet meer aanzetten. Waarom? Als je hem losmaakt, gaat hij weer bloeden. Dus dan bloedt hij weer dood. Dus op het moment dat een tourniquet zit, en het gaat pijn doen. Het is een zenuwpijn in het begin. Dat doet echt heel veel zeer. Alleen maak hem niet los, want dan gaat hij weer bloeden. Ja. En dan is hij binnen 2-3 minuten misschien wel leeggebloed. Ja. Ja, nou, we hebben gehoord, het is een explosie. We gaan als allereerste zijn adem. We zijn de C hebben we gehad. Ik heb hier wat net bloed liggen. We doen het hier niet op de grond. Maar normaal gesproken zou je bloed maken. Dan is dit de catastrofale bloeding. Dus de C hebben we gehad. Dan gaan we naar de A. Ademweg. Je gaat kijken of de ademweg vrij is. Of er bloed in de mond zit. Kauwgom, snoep, andere dingen. Nou, op dit moment is de ademweg vrij. Mocht dat niet zo zijn, dan hebben we dat 10x10 gaasje. Kunnen we de ademweg mee vrijmaken. Daarna ga je naar de B. En dat is de breathing. Omdat het een explosie is, valt het onder schiet- en steekincident. Wat we dan eigenlijk doen is een zesvlakkig borstonderzoek. Want misschien dat hier een verwonding zit, waardoor hij slechter gaat ademen. Ja, en met hier bedoel je dus in de borststreek. Op de borststreek. Bij de borststreek. Ja, dus we gaan kijken of zijn longen op dit moment letsel hebben. Dat doen we door eigenlijk met de vlakke hand over de borst te wrijven, elke keer te kijken of er bloed is en te kijken of het slachtoffer reageert op pijn bijvoorbeeld. Nou, ik voel hier al een inschot vol op de borst. Dus we maken het open. We kunnen zelf de schaar erbij pakken. We zouden zijn kleren open kunnen maken. Oh, er gaat ook gewoon een politie-shirt kapot. Ja. We pakken een chest seal. De chest seal maken we open. En het is eigenlijk een AED-plakker. Het is een grote sticker. Er zit een doekje bij. Daarmee kan je de wond een beetje schoonmaken. Als er überhaupt vocht uitkomt. Je maakt de sticker los van het plastic. En je plakt hem precies in het midden van de... Nou, het is nu een soort van schotwond.
En wat het nu doet, is het zorgt ervoor dat er geen valse lucht meer aangezogen wordt in de borst. Hij ademt in en op het moment dat hij inademt, komt er lucht door dit gat op zijn borst tussen zijn longen en zijn borstkasten zitten. En daardoor krijgt hij een soort van overdruk. Een soort klaplong. En uiteindelijk krijgt hij een klaplong, ja. Als we dit niet zouden doen. Nou ja, zesvlakkig borstonderzoek. Voorkant hebben we gehad. Nou is het belangrijk om niet de achterkant te vergeten. Nou, we hebben hem zelf geprepareerd. Dus ik weet dat er aan de achterkant geen verwondingen zitten. Maar je maakt die handeling helemaal af. Nou, op dat moment hebben we eigenlijk de levensreddende handelingen gedaan. Maar wat wij nu gaan doen, is de overige bloedingen checken. Dus we gaan kijken of hij ergens anders nog bloed heeft. Nou, deze man heeft bloed in zijn gezicht. Maar het zijn geen catastrofale bloedingen. Nou, belangrijk is om dan de rest ook te controleren. Wij hebben een uniform aan. Dus we doen een soort van fouillering over het hele lichaam met je hand. Dus je tamponeert je hand elke keer op het lichaam. En je kijkt op je handschoen of daar bloed aan zit. Dus je moet echt fysiek aan de bak om te kijken, heeft hij nog een verwonding? Ja. Heb ik niet iets overgeslagen? Hebben we dat gedaan, kijken we naar de stand van het slachtoffer. Nou, we hadden gezegd, deze is bij kennis. En dan heb je alert, verbal, pain of unresponsive. Nou, dat zijn standen van situaties van, ja. Van het slachtoffer. Ja. Dat kan iets zeggen over in hoeverre hij nog bij kennis is. En hoe ver hij in zijn shock bijvoorbeeld zit. En dat kan je doorgeven aan de meldkamer. Hebben we dat gedaan, komen we bij onderkoeling. We pakken iemand in met een aludeken. Oftewel een... ik weet niet, mensen met oordopjes, sorry. Ja. We hebben de aludeken nu in onze hand. En wat het belangrijkste is, alle raakvlakken. Dus we gaan iemand keren. Deze poppen kunnen niet in de stabiele zijligging. Dus dat is een beetje vervelend. Daarna draaien we hem weer terug. En dan proberen we hem helemaal in te pakken. En dat is dus een warmtedeken, als het ware? Nee, een warmtedeken is het niet. Het enige wat een aludeken doet, is de warmte van het lichaam reflecteren in de deken. Nou, dan blijven we het protocol herhalen. Dus de C, staat de tourniquet nog? Zit de chest seal nog goed? De A, is de ademweg nog steeds vrij? Hoe is zijn adem, de kwaliteit van zijn ademhalen? De waardes gaan we nog een keertje meten. En zo gaan we de hele tijd door totdat de ambulance komt. En dan kunnen we de protocolkaart aan de ambulance geven of we kunnen het mondeling doorgeven. Ja. En dan hopen we het leven te verlengen van deze collega. Kan jij nog herinneren dat de casus waar jij over vertelde, van de vrouw met de doorgesneden pols en hals, hoe lang het ongeveer duurde dat jij er alleen voor stond met je maatje? Ja, een tijd, ik denk niet heel veel. Want ik denk dat wij 5 tot 6 minuten in die kamer hebben gestaan. De tourniquet zat er net om. Nou, je hebt gezien, in principe doe je dat binnen een minuut, anderhalve minuut. Toen kwam de eerste ambulancebroeder al binnen. Dat is niet heel lang. Nou, het slachtoffer aan onze voeten, daar kunnen we helaas niet meer voor betekenen dan dit. Denk ook niet. En wij gaan terug naar boven. Is goed. En met de magie van het editen zitten we weer terug in de studio. Super interessant om in ieder geval te horen en te zien hoe jij dit aanpakt en wat er allemaal bij komt kijken. Ik denk dat het voor een hele hoop mensen een super interessant inkijkje is. Ik hoop het. Waar gaat dit naartoe? Hoe ziet dit eruit binnen de politie over 5 of 10 jaar? Ja, ik zie ons niet de medics worden waar we het helemaal in het begin over hebben gehad, zeg maar, binnen de politie. Want we hebben al heel veel taken. Ik zie wel dat LAP steeds groter gaat worden. Wat ik al vertelde is, volgend jaar worden alle ME-collega's opgeleid. En ik geloof, pin me er niet op vast, maar dat dan 1 op de 3 collega's in uniform opgeleid is. Nou, al die mensen hebben een neventaak. Dus die gaan ook terug de noodhulp in. En als zij terug in de noodhulp zijn, dan hebben ze ook die tas bij zich en de kennis. Het mooiste zou zijn als EADP, wat we allemaal krijgen, reanimeren, ziektebeelden en de tourniquet, eigenlijk overgenomen wordt door LAP en dat iedereen LAP opgeleid wordt. Ja, er zit een grote capaciteitsvraagstuk achter, denk ik. Waar ik me vooral niet mee ga bemoeien. Maar dat zou het mooiste zijn, ja. Ik denk niet dat we meer moeten gaan doen. Wel dit als basis. Alleen dan eenheidsbreed. Ja. Ja, of eigenlijk landelijk eenheidsbreed. Ja, precies. Ja. Als er nou mensen zijn die hier naar luisteren of naar kijken, die of bij de politie zitten en er nog niet zo veel mee bezig zijn, of mensen die niet bij de politie zitten, wat zou je hun willen meegeven?
Ja, de mensen die bij de politie zijn, zitten vooral de EADP volgen. En probeer bij een vakgroep te komen die onder CCB valt. Sowieso is het leuk om extra getraind te worden. Je hebt andere inzetten, andere kijk op het werk. Wat je ook weer mee kan nemen naar de noodhulp. Dus dat is altijd maar een voordeel. Voor mensen die buiten de politie zitten, ja, volg een goede stop de bloeding cursus. Er zijn echt tig cursussen die je zou kunnen volgen als je het interessant vindt. Het is gewoon een plusje bovenop bijvoorbeeld je reanimeren. Ja. Ja, en het zou zomaar kunnen zijn dat je in een situatie terechtkomt waarin je het moet toepassen. En dan kan je zomaar eens een leven redden. Ja, zeker. Toch? Ja. Mooi. Hey, hartstikke bedankt AJ. Leuk dat jij hier was. Ook leuk om jou een keer mijn werkplek te kunnen laten zien. Zeker, super tof. Ja, top. Moeten we nog een shout-out doen naar... Zullen we doen? Ja. Naar de rest van de crew? Ja, wij hebben in de opleiding gezeten en we hebben nog een vriendengroepje. Dus Goof, Nelis, Ivo en Dennis. Allemaal de groeten. De groetjes jongens. Tot snel. En hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze... ontzettend interessante aflevering van Boeiend. Deze podcast verschijnt 1 keer in de 2 weken. Je kan ons vinden op YouTube, op het YouTube-kanaal van de Politie Eenheid Rotterdam, of op Apple Podcast of op Spotify. En we zien elkaar in de volgende podcast. Doei! De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.